Welkom bij deze online sessie over data science en machine learning met ArcGIS Notebooks. Mijn naam is Tim Brouwer en ik ga deze presentatie verzorgen met mijn collega Willem Vlot. En we stellen onszelf eerst even voor. Willem? Goedemiddag, mijn naam is Willem Vlot en als analytics consultant bij SNI Nederland begeleid ik organisaties om de kracht van ruimtelijke analyses te benutten met een specifieke focus op machine learning en ruimtelijke statistiek binnen het platform. Bedankt Willem. En ik zal mezelf ook even voorstellen. Mijn naam is Tim Brouwer. Ik ben ook een analytics consultant. En ik focus me voornamelijk over hoe je nou resultaat krijgt uit deep learning en machine learning algoritmes. Hoe je echt impact maakt in de bedrijfsprocessen met dat soort algoritmes. Nou, waar gaan we het vandaag over hebben? Allereerst doen we een stukje theorie. We gaan Esri's perspectief op data science aan jullie vertellen. En vervolgens gaan we de praktijk in en doen we twee demo's. De eerste om een uitleg te geven over wat ArcGIS Notebooks is, scholen en ongelukken. Vervolgens een tweede wat verdieperende demo met betrekking tot deep learning die Willem jullie gaat vertellen. Maar eerst, data science, wat is dat nou eigenlijk? Wat we vaak zien in de markt is dat er heel veel termen zijn over data science, machine learning, eigenlijk alles wat met analytics te maken heeft. En die termen die overlappen elkaar ook veel, worden veel door elkaar heen gebruikt. En soms zien mensen dat er niet al te veel structuur in zit. Vandaar dat er organisaties zijn die zelf een structuur hebben bedacht om wat meer duidelijkheid te krijgen over wat de termen nou betekenen. En Esri heeft dat ook gedaan. Dus Esri heeft een perspectief op hoe zij analytics zien. En zij hebben dat gedaan door middel van een aantal bouwstenen. En die bouwstenen die zie je hier op beeld. En die gaan we nu kort even individueel bespreken. Dus de eerste bouwsteen, dat is data engineering. En de meeste mensen die bezig zijn met data science, die weten data engineering is de meest tijdrovende stap die je kan hebben in een analyse. Dan moet je gaan denken over het checken van de datakwaliteit, maar ook het hebben van de juiste attribuutwaardes in een datamodel. Nou, data engineering hebben we ook een aantal tooling voor, waaronder de ArcGIS Pro, die dat beter kunnen faciliteren. Een andere bouwsteen is visualization en exploration. Dit is niet alleen het visualiseren van data op de kaart, maar kan ook visualiseren in grafieken zijn of in infographics. Ook hiervoor kan je bijvoorbeeld ArcGIS Pro of een Enterprise of een ArcGIS Online benutten. Een andere bouwsteen is de spatial analysis. Dit houdt in dat je een analyse gaat doen met de data die je hebt. Nou, je ziet hier op het plaatje zie je al een voorbeeld daarvan. En ook binnen heel veel applicaties zijn er momenteel spatial analysis tooling beschikbaar om die analyse te doen. Een iets gecompliceerdere analyse is die van machine learning en artificial intelligence. Jullie zien hier ook op het plaatje, en wij zullen dat straks ook laten zien, dat je daarmee bijvoorbeeld objectdetectie kan doen. Nou, de afgelopen jaren is dit soort tooling, machine learning, artificial intelligence, ook steeds meer prominent in beeld gekomen in de tooling van Esri. Big data analytics is een andere bouwsteen waar ook naar gekeken wordt. En die is net wat anders opgebouwd dan de andere bouwstenen die we hebben. Want die focust zich voornamelijk op de verwerking en de analysecapaciteiten van hele grote datasets. Om die snel en makkelijk inzicht in te krijgen. Dus ook daarvoor hebben wij gespecialiseerde tooling die dat faciliteert. De ene laatste bouwsteen is die van modeling en scripting. En deze houdt in dat jij een analyse die je hebt gedaan ook reproduceerbaar kan maken. Dus dat je ervoor kan zorgen dat je de resultaten die je hebt behaald opnieuw kan behalen. Bijvoorbeeld bij een andere collega of bijvoorbeeld het jaar daarop met nieuwe databronnen.
Het feit dat je dit kan automatiseren is ook een belangrijke stap in deze bouwsteen. En als laatste bouwsteen hebben wij die van sharing and collaboration. En deze bouwsteen is een bouwsteen die ik nog vaak bij organisaties zie missen. Juist het delen van de resultaten en het zorgen ervoor dat de resultaten uiteindelijk in de bedrijfsprocessen terechtkomen waar die relevant zijn, zorgt ervoor dat je impact kan maken met de analyses die jij doet binnen jouw bedrijf. Dus ook hiervoor heeft Esri een aantal tooling die dat kunnen faciliteren. Nou, we hebben in deze aantal bouwstenen heb ik een aantal producten genoemd. En misschien hebben jullie het al gemerkt, maar er zijn twee producten die heel vaak terugkomen. De eerste is ArcGIS Notebooks en de tweede is ArcGIS Pro. Beide zijn wat wij noemen onze data science workstations. En de nieuwe ontwikkeling is dat die ArcGIS Notebooks tegenwoordig ook beschikbaar zijn in ArcGIS Pro. Beide demo's die wij straks gaan laten zien, spelen zich ook af in ArcGIS Pro met notebooks. Waar we het ook net even over hebben gehad, is over het delen van de resultaten op het platform. Zoals ik al zei, dit is essentieel om impact te maken bij de organisatie waar jij zit. En dat kan op verschillende manieren door middel van het platform wat Esri levert. Dus je kan bijvoorbeeld je resultaten delen in een story map of in een dashboard. Om vervolgens meer duidelijkheid te geven aan andere teams. Maar het kan ook bijvoorbeeld geïntegreerd worden in de veldwerk-apps om de processen te optimaliseren die je hebt. En we hebben het toen net ook gehad over artificial intelligence en daar wou ik graag Willem het woord over geven. Dankjewel, Tim. Ja, voor we gaan laten zien hoe we machine learning en data science vraagstukken kunnen samenbrengen in de ArcGIS Notebooks omgeving, is het goed om stil te staan hoe we vanuit Esri kijken naar deze begrippen. En we beginnen daarbij bij het overkoepelende concept van kunstmatige intelligentie, ofwel AI. AI bestaat al sinds de jaren 50, maar door recente ontwikkelingen in computerkracht, algoritmes, de prijs van dataopslag en de hoeveelheid beschikbare data, heeft AI echt een vlucht genomen en wordt het in veel applicaties toegepast. Het meest bekende voorbeeld is wellicht de zelfrijdende auto, maar ook bij het voorspellen van criminaliteit of bij het detecteren van objecten vanuit foto- of videobeelden wordt deze techniek toegepast. De scope van AI is voortdurend aan verandering onderhevig en ontwikkelt zich ook met de tijd. Het is eigenlijk de overkoepelende term voor computers en machines die menselijke taken uitvoeren met menselijke intelligentie. Binnen AI vallen een aantal subvelden, zoals natural language processing en computer vision. En een belangrijk onderdeel van AI is machine learning. En dat wil ik illustreren aan de hand van het volgende. Computers luisteren normaliter naar commando's die wij als mensen aan hen geven. Wij mensen leren op basis van gebeurtenissen en ervaringen. Machine learning stelt computers in staat om ook te leren op basis van ervaringen in de vorm van data. Machine learning is daarmee een set aan datagedreven algoritmes en technieken waarmee het voorspellen en klassificeren van data kan worden geautomatiseerd. Verder zijn er veel machine learning frameworks zoals TensorFlow en scikit-learn waarmee machine learning algoritmes kunnen worden toegepast. Ook ArcGIS bevat out of the box veel verschillende tools waarmee je machine learning kunt toepassen op je geografische data. Nou, die combinatie van geografie en machine learning duiden wij ook wel als geo-AI. Een subset van machine learning is deep learning, waarbij de computer nog meer vrijheid heeft om zelf typische eigenschappen van een identificeerbaar object te gaan herkennen. Ook op dat vlak biedt ArcGIS standaard tools die deep learning kunnen gebruiken en toepassen. Maar biedt daar ook een sterke integratiecomponent met externe frameworks. Integratie en gebruik van deep learning binnen ArcGIS Notebooks vindt eigenlijk plaats op basis van de ArcGIS API voor Python.
Deze API is ontworpen om te werken met je WebGIS en kan onder andere worden gebruikt voor administratieve taken en voor ruimtelijke analyses. Of dat nou de meer traditionele GIS-analyses zijn of de wat complexere machine learning analyses. De ArcGIS.learn module in deze API stelt data scientists in staat om met een eenvoudige en intuïtieve API zelf deep learning modellen te gaan trainen en te gebruiken. Normaliter heb je veel kennis en tijd nodig om deep learning te kunnen programmeren binnen je omgeving. Het gaat vaak om enorme hoeveelheden code. Je moet zelf de deep learning frameworks en hun afhankelijkheden nog installeren. En met ArcGIS.learn worden deze frameworks automatisch meegeleverd, zowel in ArcGIS Pro als in notebooks. En kun je eigenlijk met enkele regels code al uit de voeten. Op die manier kun je heel eenvoudig als gebruiker zelf deep learning toepassen op je data. Nou, de module ondersteunt overigens de hele deep learning workflow. Vanaf het prepareren van je data voor het gebruik in deep learning tot het daadwerkelijk trainen van deep learning modellen. Er zijn op dit moment al meer dan 10 verschillende algoritmes beschikbaar waarmee je onder andere pixel- en objectclassificatie kunt toepassen of objectdetectie. En zelfs informatie kunt extraheren uit ongestructureerde tekst of regressie op tabulaire data. Allerlei mogelijkheden. En uiteindelijk kun je deze API ook gebruiken om je deep learning modellen te beheren. En kun je ze uiteraard gebruiken om ze toe te passen op nieuwe data, om zo nieuwe inzichten te genereren. Nou, hier een aantal voorbeelden van toepassingen van ArcGIS.learn. Zo is het mogelijk om bijvoorbeeld landgebruik te classificeren of objecten zoals zwembaden of bomen te detecteren vanuit luchtfoto's. En straks zal ik een voorbeeld laten zien waarin we vanuit camerabeelden wegschades kunnen detecteren met behulp van deep learning in ArcGIS Notebooks. Maar eerst zal Tim ons meenemen in de algemene data science mogelijkheden van ArcGIS Notebooks aan de hand van het thema verkeersveiligheid rondom scholen. Ja, bedankt Willem. Het is aan mij inderdaad om jullie de eerste demo te laten zien. En het doel van deze eerste demo is om de beginselen van ArcGIS Notebooks in ArcGIS Pro te laten zien. Nou, zoals jullie zien heb ik hier al in ArcGIS Pro een notebook geopend. Maar je kan dus ook, als jij in een leeg project, een ArcGIS Pro project zit, kan je door middel van insert, nieuw notebook, kan je een nieuwe notebook starten. Deze verschijnt vervolgens ook in je catalog, zoals jullie hier zien, als een nieuwe notebook-file. De case study die we vandaag gaan behandelen is die van verkeersongevallen bij scholen. Als je als ouder een nieuwe school uitzoekt, wil je natuurlijk dat de school waar je om zit, dat daar niet al te veel verkeersongevallen zijn gebeurd in de afgelopen tijd. Maar welke school is dat eigenlijk? Dit onderzoek, wat we hebben gedaan voor provincie Utrecht, laat zien wat nou de meest veiligste en de meest onveiligste school is. En dan focussen we voornamelijk op basisscholen en middelbare scholen. Nou, jullie zien hier, zoals ik al zei, een notebook voor je. En een notebook is eigenlijk een stukje script met daarin ook plaatjes en tekst toegevoegd. Dus jullie kunnen zien dat ik hier mijn notebook ben begonnen met een zogenaamd markdown element. En daar staat tekst in. Maar zoals je ziet kan je hier ook plaatjes toevoegen. En als we iets verder naar beneden gaan, ook stukjes code. Het voordeel hiervan is dat als jij je hele analyse in zo'n notebook hebt neergezet, dat je hem ook kan delen met andere mensen en dat die daardoor begrijpbaarder wordt als andere mensen naar zo'n notebook terugkijken. Nou, ik heb mijn analyse opgesteld in een aantal elementen. Als eerste de hoofdvraag, die heb ik net uitgelegd. Wat zijn de gevaarlijkste scholen met verkeersongevallen? Een stukje datapreparatie, analyse en daaronder de resultaten en de conclusie. Als we gaan kijken naar datapreparatie,
dan kan je via een aantal manieren kan jij de data allereerst inladen. Je kan data die jij op ArcGIS Online of op je enterprise-omgeving hebt staan inladen, zoals ik hier heb gedaan. Maar het is ook daarnaast mogelijk om lokale data te gebruiken en die te incorporeren in de notebook zoals je die gebruikt. Vervolgens is het belangrijk om de juiste libraries in te laden, de juiste Python libraries. En je ziet hier dat ik bijvoorbeeld pandas importeer, omdat ik ook gebruik wil maken van die third-party libraries die niet van Esri zijn. Op zo'n manier kan je de functionaliteit van zowel Esri als andere third-party libraries in dezelfde omgeving gebruiken. Ik zet vervolgens mijn omgeving op de Pro-omgeving en ik laat de lagen in. Dus ik laat twee lagen in die ik gevonden heb in de Living Atlas. Die over verkeersongevallen en die over scholen in Utrecht. En als laatste stap binnen deze datapreparatie kijk ik even welke kolommen er van mij relevant zijn in dit geval de ongelukkenlaag. Dus we hebben hier de regelcode en daaronder komt dan meteen de uitwerking daarvan te staan. Als we dan naar de analyse stap toe gaan, dan kunnen we op een aantal manieren kunnen we die analyse doen. We kunnen bijvoorbeeld hier gebruik maken van de REST API. Dat kan voor simpele analyses, maar ook zoals Willem net heeft uitgelegd voor de bijvoorbeeld deep learning analyses. En je ziet hier dat ik die op deze manier de dichtheid en een hotspot analyse heb uitgevoerd. Vervolgens kunnen we deze lagen ook toevoegen aan een kaart en die visualiseren. Als we even de scholen en verkeersongevallen uitzitten, dan zien we meteen waar de hotspots zitten, waar de meeste ongelukken gebeuren. Het zal jullie niet verbazen dat dat in het centrum van de steden van provincie Utrecht is. Maar ook andere manieren zijn mogelijk om analyses te gebruiken. Hier bijvoorbeeld is gebruik gemaakt van ArcPy. Dat is iets anders dan de REST API. Met ArcPy kan je alle functionaliteit die in ArcGIS Pro zit ook gebruiken op een scripting manier. In dit geval heb ik hier de Generate Drive Time Trade Area tool gebruikt om de drive times te berekenen. Die ik vervolgens hier met een ArcPy functie summarize. Wat ik dus in feite doe, is ik kijk 100 meter van elke school af, teken ik daar een vlakje omheen en ik kijk vervolgens hoeveel ongelukken in de afgelopen jaren in dat vlakje zijn gebeurd. Zo bereken ik wat nou de school is met de meeste ongelukken in zijn omgeving in de afgelopen 5 jaar. Ik gebruik vervolgens pandas om die hier in mijn notebook verder te visualiseren. En ik heb het meteen op de hoogst aantal ongelukken die in de vlakjes zijn gesorteerd. Dus de school die hier helemaal bovenaan staat is de school met de meeste ongelukken. En we kunnen meteen even kijken waar dat is. Dat is in dit geval in Utrecht, de school aan de Jansstraat 15. Daar zal ik dus inderdaad niet mijn kinderen naar toesturen. Ook de resultaten kunnen op verschillende manieren gedeeld worden. Dus het is bijvoorbeeld mogelijk om de data te exporteren naar een CSV. Maar het is ook mogelijk om bijvoorbeeld die data in een webapp, bijvoorbeeld in de webapp builder, te ontsluiten door te publiceren naar de cloud. Op die manier kan je de resultaten delen met de teams waar die data relevant voor is en daadwerkelijk de werkprocessen die teams hebben optimaliseren. Nou, we hebben die analyse nu gedaan en we kunnen die analyse vervolgens ook delen in de vorm van deze notebook met andere data scientists. Om
de analyse aan hun ook uit te leggen. En dan ook om het reproduceerbaar te maken voor vervolgende analyses. Dit was een basis van notebooks in ArcGIS Pro. En nu is het aan Willem voor de verdiepende slag. Dankjewel, Tim. In deze tweede demo wil ik gaan kijken hoe we deep learning ook in ArcGIS notebooks kunnen toepassen. En dat doe ik aan de hand van het thema wegschadedetectie. Je hebt allemaal misschien wel eens op een weg gereden waarvan je dacht, nou, dit asfalt, dat zou wel eens een keer vervangen mogen worden. Nou, verslechtering van het wegdek als gevolg van overbelasting door voertuigen of slechte bouwkwaliteit of extreme weersomstandigheden kan leiden tot aanzienlijke schades in de weg. En deze wegscheuren leiden tot vertraging van het verkeer, waardoor files bijvoorbeeld ontstaan. Ook vormt dit uitdagingen voor organisaties die deze wegschades moeten inspecteren en reparatiewerk moeten uitvoeren. Want ja, hoe langer je wacht, hoe groter de scheuren zullen worden en hoe hoger de reparatiekosten uiteindelijk zullen uitvallen. In mijn ArcGIS notebook heb ik daarom als eerste mijn hoofdvraag gesteld. En die hoofdvraag luidt eigenlijk, ja, hoe kan ik dit proces nou automatiseren middels deep learning binnen onze ArcGIS platform? Traditioneel worden deze inspecties namelijk door mensen gedaan die visueel inspecteren of er wordt gebruik gemaakt van dure machines. En deze handmatige aanpak is niet alleen tijdrovend, maar ook minder effectief, omdat er continu expertise nodig is van mensen. En met de integratie van deep learning binnen ArcGIS kunnen we dit proces gaan automatiseren. Nou, we maken hierbij gebruik van een gelabelde dataset van asfaltschades. Dat is uit een openbare Big Data Cup Challenge. En daarbij zijn ruim 9000 foto's verzameld, gemaakt met een smartphone en met de hand gelabeld om de aanwezigheid of afwezigheid te noteren. En er zijn 8 categorieën gemaakt van verschillende soorten asfaltschades die je in deze tabel kunt zien. Dus er zijn zogenaamde alligator cracks of er zijn putten in de weg of vervaging van zebrabaanstrepen. En ook mijn tweede stap is het prepareren van data. Dus ik importeer een aantal modules en vervolgens zet ik die trainingsdata in een map en gebruik ik de zogenoemde prepare data functie om deze trainingsdata eigenlijk klaar te maken voor het gebruik in een deep learning model. Daarbij kan ik onder andere de chip size opgeven. Die chip size zegt iets over de resolutie van de afbeeldingen. Die wordt eigenlijk meegenomen in het trainen van het deep learning model. En de batch size is ook een belangrijke. Dat zegt iets over de hoeveelheid parallele sessies eigenlijk die mijn deep learning model tegelijkertijd gaat uitvoeren. En hoe sneller dus mijn deep learning model klaar is. Als we dit object bekijken, dan zien we inderdaad als we de klasses bevragen dat ook alle verschillende type asfaltschades hierin terugkomen. Laten we eens beginnen om de trainingsdata zoals we die binnen hebben gekregen te tonen. Nou, daar zie je inderdaad de gelabelde asfaltschades terugkomen. En om nu een deep learning model te gaan trainen om dit soort asfaltschades te herkennen, zullen we dit model moeten inladen. Nou, we hebben hier te maken met een objectdetectievraagstuk. En daarvoor gebruiken we de zogenaamde single shot detector als model. En we gebruiken daarbij ook een soort voorgetraind model die al voorgetraind is op het deels herkennen van dit soort objecten. En als we dat model zonder verdere training zouden uitvoeren, dan zie je eigenlijk dat de resultaten niet om over naar huis te schrijven zijn. Er worden objecten gedetecteerd over het hele beeld. En dat klopt ook wel, want het model heeft nu nog geen enkel besef waar de objecten zich precies bevinden. En daarvoor gaan we het model trainen. Bij het trainen van het model is de learning rate een van de belangrijkste zogenaamde hyperparameters. Die learning rate zegt eigenlijk iets over hoe nauwkeurig, maar aan de andere kant ook hoe snel een deep learning model eigenlijk zichzelf kan ontwikkelen en kan trainen. Nou, er is gelukkig een learning rate finder die voor jou de optimale learning rate vindt. En die learning rate die hier is gevonden in de grafiek, die kan ik vervolgens gebruiken om mijn model te trainen. En daarbij maak ik gebruik van een aantal iteraties. Want onze verwachting is dat het deep learning model elke keer
wat beter gaat vormen. In dit geval gebruiken we 30 iteraties met deze learning rate. En dan zien we ook dat de verliezen in het deep learning model ook steeds kleiner worden. En dat het model daarmee dus steeds beter wordt. Uiteindelijk kan ik bij het getrainde model opvragen per klasse wat de gemiddelde nauwkeurigheid is. En daar zien we al in deze rij dat er voor sommige asfaltschades dat het model beter performt dan voor andere. Zo is er ook een asfaltschade waar de score 0.0 is. En uiteraard kunnen we bijvoorbeeld met een aantal panda's modules en functies kunnen we op zoek gaan waardoor dat komt. Zo zien we bijvoorbeeld dat voor deze specifieke D30 klasse maar 22 afbeeldingen in de trainingsdataset zaten. En dat is erg weinig om een model goed te kunnen trainen. En daarom geeft het model dus ook een lage nauwkeurigheid voor deze klasse. Als we hierna de modelresultaten tonen, zien we al dat het model veel beter in staat is om de schades op de juiste plek en met het juiste label in de validatieset te herkennen. En op het moment dat we tevreden zijn over de modeluitkomsten en we hebben vastgesteld dat er een acceptabele nauwkeurigheid is, kunnen we het model opslaan en eventueel later weer gebruiken. En vervolgens, en dat is natuurlijk een van de belangrijkste punten, als we het model hebben getraind, kunnen we het vervolgens toepassen op nieuwe afbeeldingen. Zo kan ik een nieuwe afbeelding opgeven en zie je dat het model nu zonder enige weet van hetgeen wat er op het plaatje gebeurt, zelf al twee schadeobjecten in de afbeelding herkent. En dit kan zelfs nog iets verder gaan. We kunnen ook dit toepassen op een video. En dan krijg je een resultaat zoals ik hier laat zien, waarbij op de video per frame is gekeken, zijn er schades te detecteren. En vervolgens kan ik in mijn video precies zien welke wegschades er zijn gedetecteerd. En dit biedt natuurlijk een heleboel mogelijkheden om hiermee aan de slag te gaan. Een belangrijke stap is dat je uiteindelijk je resultaten natuurlijk ook binnen je GIS-omgeving kunt gebruiken. Dus wat er gebeurt bij de predict video stap in dit geval, is dat er aan een tabel met de frames worden de locaties weggeschreven. En als ik deze locaties van de gevonden asfaltschades vervolgens plot op een kaartje, kan ik een kaart krijgen zoals hieronder is te zien. Nou doe ik dat in ArcGIS Pro. Maar deze hele stappenplan kan ik natuurlijk ook uitvoeren in ArcGIS Notebooks in ArcGIS Online. Nou, om idee te krijgen wat voor toepassingen je hierbij kunt maken, ik heb hier een kaartje gemaakt met een voorbeeld uit Portugal, waar ook dit soort schades vanuit een dashcam eigenlijk zijn vastgesteld. En als ik daar iets verder op inzoom, zie je dat ik met een heatmap bijvoorbeeld kan aangeven waar nou het aantal detecties het hoogst is. En uiteraard zitten hieronder specifieke punten waarop ik zou kunnen inzoomen. En zo zie ik dat er hier meer dan 10 detecties in één plaatje zijn gevonden. En dan krijg je typische plaatjes zoals deze, waarin dus de detecties vanuit de auto kunnen worden getoond. En op deze manier kan ik dat proces van weginspectie echt gaan automatiseren en eenvoudig uitvoeren zo binnen mijn ArcGIS Notebooks omgeving. Zoals je hebt kunnen zien in onze demo's, bepalen eigenlijk de notebook runtime bij het aanmaken van zo'n ArcGIS Notebook welke bibliotheken en packages tot je beschikking hebt. Dat kunnen ingebouwde ArcGIS modules zijn, maar ook externe modules zoals we hebben laten zien. De Python API en een set aan open source frameworks vormen eigenlijk de basis van de standard runtime. De advanced runtime voegt de ArcPy functionaliteit aan toe. En specifiek voor machine learning toepassingen is er een advanced runtime met GPU support. Waarbij eigenlijk je machine learning modellen gebruik kunnen maken van de kracht van grafische kaarten. We hopen dat we in deze sessie hebben kunnen laten zien hoe ArcGIS Notebooks eigenlijk je data science vraagstukken vanuit ArcGIS kan samenbrengen met al die open source bibliotheken en data science oplossingen die er zijn binnen één geïntegreerde omgeving, namelijk ArcGIS Notebooks. ArcGIS Notebooks is beschikbaar in alle onderdelen van ons platform, dus zowel in ArcGIS Pro als in ArcGIS Enterprise als ArcGIS Online. En we nodigen jullie uit om data science vraagstukken vanuit je organisatie aan te gaan pakken
binnen je ArcGIS Notebooks omgeving. Om zo ook de herhaalbaarheid van je analyses te vergroten en de beheerlast te verkleinen. Mocht je echt enthousiast zijn geworden over onze sessie, wil ik je ook graag uitnodigen om eens te kijken naar onze masterclass over data science en GIS. En ook vanuit Esri is er een MOOC beschikbaar, Special Data Science, waarin je de fijne kneepjes van data science en GIS worden uitgelegd. En in de komende weken houden we jullie ook op de hoogte via Story Maps, waarin we de methodologie van onze demo en onze sessie verder zullen toelichten. En ik hoop dat we hiermee hebben laten zien hoe eenvoudig het is om data science te integreren binnen je GIS-omgeving met een mooie omgeving zoals ArcGIS Notebooks.